Oh, zo leuk. We gaan boodschappen doen. In de mini. En ik vind hem helemaal geweldig. Oh, goedemorgen. Het is maandag. Ik ben wakker op tijd. Maar... oh. Ik kon dus niet slapen gisteren. Want ik heb zo lang in een ander ritme gezeten. En ik heb de afgelopen paar dagen wel echt geprobeerd om een beetje naar dit ritme te gaan. Maar ja, het werkt gewoon niet. Ik zat in mijn natuurlijke ritme. Dus het is, ik voel het gewoon heel tegennatuurlijk. Oeh. Ik moet zo echt die auto brengen natuurlijk voor die schade. Ik moet echt overeind komen nu. Even Sarah kijken dat ze alles doet. Eet en alles. En dan even douchen aankleden. En dan kunnen we gaan. En morgen moet ik er nog vroeger uit. Echt. Hoe dan? Goedemorgen, het is vandaag maandag en we gaan naar de parkeergarage. En morgen ga ik eindelijk weer naar school. Wie heeft daar zin in? Het is me gelukt, net op het nippertje op tijd in de auto. Maar het lag niet alleen aan mij hoor, Sarah die kon ook niet echt heel goed opschieten. Die zit naast me, dus we gaan deze weg brengen. Als het goed is krijg ik alleen de auto mee. Daar hebben we het wel over gehad. Anders heb ik een probleem zo, want dan sta ik er. Maar goed, het zou zo moeten zijn. Gaan we weer naar diezelfde als eerst? Bij die papiertekening. Ja, daar. Oeh, daar misschien gaan we, is die er nog en dan kan ik hem opnieuw maken. Kan je hem maken. Opnieuw voor de juf? Ja, dan wil ik hem wel hetzelfde maken. Dat moet jij helemaal zelf weten, dus dat is prima. Dus daar heb ik die ene tekening die kapot is om te kijken hoe het stond. Ja. Nou, dat is helemaal leuk. Dus ik denk dat ze hem misschien wel hebben. En anders een andere. Die juffen weten toch niet welke tekening je hebt gemaakt. Ze had tekeningen in de kleurplaat heel mooi ingekleurd voor de juffen. En er wat bijgeschreven. Toen uitgeknipt. Toen was het gescheurd. Dus dat was een beetje zielig. Toen was ze heel verdrietig. Maar goed. Een andere tekening. De juffen weten toch niet welke tekening je had. Maar dan geef ik die wel aan de juffen. Oh, nou dat is wel lief. Komt ja, helemaal moet goed. Er wel een plakband op. Ja, maar het komt helemaal goed, schat. Ja. En dan zit ik achter deze slak. En we gaan zo niet vooruit. Het is zo irritant. Kom ik daar alsnog te laat. Ook op tijd ben. Echt. Kijk nou hoe leuk. Ik heb een mini als leegwagen nu. Ik vind hem echt cute. Helemaal leuk die mini. Echt. Ik vind hem helemaal geweldig. En ik ben begonnen in de kamer om te kijken of ik het allemaal om kan draaien. Maar mijn tv-kabel die loopt normaal zo. Vanaf het raam. En ik heb al een stuk over, maar ik wil de tv-kast naar hier. En het is echt twijfel of het nou wel of niet lang genoeg is. Ik heb het gemeten en het komt waarschijnlijk echt op 10 of 20 centimeter aan. Maar ik kan het niet verder precies genoeg meten om het dus zeker te weten. En de bank, die wil ik dan zo waar de tv nu staat en voor de verwarming. Alleen die gaat een klein stukje uitsteken, maar ik kom wel naar voren van de deur. Dus ja, het zou moeten gaan. Ja, we moeten eigenlijk andere meubels. Maar ja, aangezien nog verbouwd moet worden en ik niet weet wat, ga ik ook geen andere meubels nu halen. Omdat er nog te veel moet. En eerst slaapkamer af. Maar het staat gewoon nog steeds niet naar mijn zin. Dus het moet veranderen. Dus ik zit nu zo te twijfelen. Ga ik alles schuiven met de kans op dat ik dadelijk zeg ik vind toch niks en alles weer terug moet zetten. Of laat ik het toch zo staan. Ik weet het echt niet gewoon. Echt. Oh, hate my life, echt. Hate my life. Ik heb me bedacht, ik ga het gewoon proberen. En ik zit alleen nog even over de volgorde. Maar ik denk dat ik begin met de boekenkasten opzij halen. Die zijn heel zwaar, dus die moet ik gedeeltelijk leeghalen. En dan de tv-kast ga proberen en dan pas de bank. Maar dat zijn twee punten waar ik op vast kan lopen. De bank, als ik hem toch daar niet goed vind staan, moet hij terug. Maar de tv-kast moet misschien ook terug.
Dus ik zat heel erg, ja, waar begin ik dan mee? Maar ik ga toch even die boekenkasten opzij halen. Kijken of die kabel het redt. En als dat lukt, verder. Ik hoop zo dat het gaat lukken. Maar ja, we gaan het zien. Ik denk dat ik eerst nog even een theetje heb. Ik heb even wat vocht in mijn lijf. En dan gaan we het gewoon doen. Mm. En ik denk dat ik weer even een versnellingje erin gooi met een muziekje. En dan gewoon even kijken. En echt, ik ben echt nu aan het bidden, hopen, duimen, weet ik veel wat. Dat het lukt. Dat ik het niet allemaal voor niets ga doen. Want het gaat echt veel werk zijn. Dan voor niets. Dus fingers crossed. Nu, nu het moment van de waarheid. Ik ga dus kijken of het gaat passen. En echt, oh, die kast was zo zwaar om te schrijven. Dus als je alsjeblieft gaat passen, we gaan het zien. Zo helemaal buiten adem, echt. Maar hij staat in die hoek, echt. Ik ben zo blij. Ik dacht echt, op een gegeven moment gaat het niet lukken. Ik had hem voor het mooi iets verder naar links gewild, maar dat gaat niet. Maar hij staat. Dus nu verder met stap 2. De bank.
Nou, super trots op mezelf. Ik heb het gewoon gedaan. Dit staat niet helemaal zoals ik wilde, maar dat kwam anders niet uit door dat schilderij en ik wil niet boren of iets. Ik heb het gedaan. Oh, zo leuk. We gaan boodschappen doen in de mini. En ik vind hem helemaal geweldig. Dus wil jij hem aanstarten? Moet je deze naar beneden drukken. Ja, cool hè? Ja, leuk. Hij is echt zo leuk. En hij ik is heb wel een Ravelaar-spookie mee. Ja, hij is wel kleiner dan wat ik gewend ben, maar ik vind hem helemaal leuk. Echt. Zo bizar. Ja, hij ligt echt vroeg op bed, want morgen moeten we gewoon vroeg op. Ik vind het nog steeds wel wennig. En ik heb natuurlijk alles omgegooid en nu kan ik deze, als de zon schijnt, niet meer open, want dan is er niks op tv zichtbaar als ik die aan heb. Dus alleen als die uitstaat. Maar ik ga zo even editen en terwijl ik inlaat en alles, kijk ik altijd tv. Want ik ben slecht in stilzitten. En toen wilde ik iets lekkers bij de thee en toen zag ik deze. Chocolates from Heaven. En dit is ook melkchocolade met karamelzeezout. En ik ben zo benieuwd, ik heb hem nog nooit hiervan op. Dus. En ik weet wel dat ik karamelzeezout heel erg lekker vind en almond. Dus. Oh, hij is gebroken. Dat vind ik echt altijd zo veel. Het is zo mooi altijd een reep chocola, maar goed. Hij heeft hele kleine stukjes nootjes erin, volgens mij. Ja, oh, dat vind ik lekkerder. Beter dan groot. Even proeven. Zo, deze is lekker. Dit is echt een aanrader. Daarnet ging ik trouwens het vuil wegbrengen. En toen zag ik langs de weg deze liggen. Dus is een kindje een knuffeldoekje kwijt. Vind ik echt zo sneu. Dus ik heb hem nu gedeeld op Facebook en daar heb je allemaal van die groepen hier in de buurt. Want ja, als Sarah zoiets kwijt zou raken, dan wil ik het ook echt heel graag terug. Want dat is echt drama als je kind dat niet heeft. Dus het wordt flink gedeeld. Dus ik hoop dat ik hem snel weer bij zijn eigenaartje terugkrijg. En ja, ik ga editen. In ieder geval, daar was ik al mee bezig. Maar ik ga even verder. En ik lig een beetje achter door moederdag en alles. Dus ik moet 3 vlogs editen. En nee, ik vind het altijd als ik eenmaal bezig ben, vind ik het leuk. De eerste is trouwens aan het uploaden, dus ik ga aan de tweede beginnen. Die heb ik nu net in Vegas gezet. En die ga ik dus nu doen. Ik heb de laatste vlog net geëdit en ik denk, nou, dan ben ik klaar voor vanavond. Dus ik ga zitten op de bank. En ik bedenk me opeens, oh wacht, Sarah moet naar school. Ik moet gewoon weer een bakje en een beker en zo klaar gaan maken. En normaal neem ik tussen de middag altijd lunch mee. Maar met alles wat er nu gebeurt, is er geen overloop zoals het normaal is. Maar is het continu rooster. Dus moet ik ook brood morgen meegeven. En dat moet ik echt niet vergeten, want dat ben ik zo niet gewend om te moeten doen. Dus ik heb de lunchtrommel alvast klaargezet. Dan kan ik die morgen ochtend gelijk eruit halen en in de trommel doen. Dus ik ga nu druifjes in het bakje doen. Ik had er gelukkig mijn boodschappen vandaag wel over nagedacht dat ik zo'n fruit moest hebben wat makkelijk mee naar school kan. Want ik vind niet elk fruit heel makkelijk. En dit kan ik gewoon wassen en klaarzetten de avond ervoor. Dus dat vind ik altijd heel prettig. Dus ik ben zo blij dat ik er nog aan dacht. Want morgenochtend gaat zwaar worden. Het was vanochtend ook echt zwaar. En ik ben al nooit een ochtendmens. Oh, dat is al een druif. Daar moet ik niet zo in gaan staan. Ik ben echt alles behalve een ochtendmens. Dus ik moet echt zoveel mogelijk dit soort dingen altijd 's avonds doen. Dan gaat het goed. En als ik het morgenochtend moet doen, wordt het één drama. En ik heb Mila morgenochtend ook. Dus dat betekent altijd dat ik nog iets vroeger eruit moet dan ik anders eruit moet. En dat is sowieso de eerste 3 keer dat Sarah naar school moet, staat dat al, dat ik Mila heb. En daarna weet ik het nog niet. Dus ja, ik hou daar gewoon voor nu rekening mee. Maar dat is toch gewoon voor mij een half uur eerder opstaan. Dus ja, het gaat echt zwaar worden. Ik vond vanochtend al zo zwaar. En dat was echt gewoon nog later dan nu. En dat echt, ik vond het zo vroeg. Maar het is me gelukt vandaag, dus het gaat dan morgen gewoon ook lukken. Moet. Ik zet gewoon 12 wekkers of zo. En dan, ja, als ik dan niet op tijd mijn bed uit ben, dan weet ik het ook echt niet meer. En nu is het tijd om op tijd naar bed te gaan. Dus, de laatste dingetjes weg.
En de vlog nog snel afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Klik hieronder even op abonneren. Vind ik helemaal leuk. Duimpjes, reacties, helemaal top. En dan zie ik je hopelijk morgen weer. Doei doei!